Is de kandidaat klaar? Ja. Mag ik dan nu jullie applaus en jullie aandacht voor het showgedeelte van Tom Verkouteren. Goedenavond allemaal. In deze show zal Tom jullie meenemen op een rondreis doorheen Oost-Vlaanderen. Onze eerste stop brengt ons naar de hoofdstad ervan. Een stad waar de studenten heersen. Een stad met een bekend gerecht genoemd naar zichzelf met als ingrediënten kip, kippenbouillon en groenten. Een stad waar sinds kort na een eeuwenlange oorlog de neuzen terug in dezelfde richting staan. Een stad waar voetbal de afgelopen jaren verlichting bracht. Al was het maar door een stadion. Een stad die bekend, beroemd en berucht is om zijn tiendaagse feest dat eindigt met een lege portemonnee. Je hoort het al, de eerste stad brengt ons in Gent. Een plek waar het voor Tom elke keer hetzelfde is. Als hij daar een avondje stappen gaat in de Overpoort. In zijn eerste optreden gaat het liedje dan misschien ook wel over een van zijn vele escapades daar in die mooie stad. E17 richting Antwerpen, op weg naar de volgende bestemming. In deze stad is het een jaarlijkse traditie om met honderden mensen gelijk van de grond te gaan. Dit evenement gaat gepaard met verschillende gratis concerten en randanimaties. De stad staat dan ook bekend om zijn vele ballonvaders. Parkeren kan je in deze stad onder de markt. Om je auto terug te vinden, moet je woorden onthouden zoals carnassier, murenzeker, airbase. Deze stad is vernoemd naar een goed heilige man.
die gehuldigd wordt aan het stadhuis met een eigen standbeeld. Naar de markt gaan doe je in deze stad op een donderdag. Doordat deze stad de grootste markt van België heeft, kan heel veel verschillende kramen een plaats bieden. Zoals jullie al vermoeden, zijn we aangekomen in Sint-Niklaas. In het volgende optreden gaan we dan ook op zoek naar een mooie boerendochter aan het groentekraam. Dus gaan we te paard naar de volgende stad. In deze stad staat het paard met de vier heemskinderen centraal. Een legende die de stad betoverd heeft. Dit symbool kan je ook terugvinden op hun vlag. Deze stad heeft een UNESCO-erfgoed waarbij een reuzenomgang met kopvlees centraal staat. Sport wordt hier internationaal aangepakt met het Flanders Rugby Open toernooi. Aangekomen zijn we dus in Dendermonde. Een stad die eveneens gekend is van televisie, maar dan dankzij hun gerechtsgebouw. De plaats waar rechter Dont en anderen jou kunnen bestraffen voor criminele feiten. Deze straf kan je uitzitten in de gevangenis op enkele kilometers daar vandaan. Al zit niet iedereen in de gevangenis voor zichzelf, sommigen deden het voor jou. Ik ben erin gestoken, nee, dat is allemaal voor jou. Nee, dat is allemaal voor jou. Nee.
naar een volgende halte. Laten we voor de verandering eens de trein nemen, zodat we al helemaal in de sfeer komen. Na een ritje van een uur komen we toe in een station waar je een ritje kan maken met een echte stoomtrein. Het herbakken van hoofden is een saga die deze stad achtervolgt. Het hoofdpersonage vind je onder andere terug in hun cultuurcentrum Herbakken. Jaarlijks organiseren ze hier zelfs een herbakkersfeest. De stad die we nu dus gaan bezoeken is Eeklo. Eeklo bevindt zich in het Meekesland. Een streek waar je perfect tot rust kan komen. Een perfecte gelegenheid om te fietsen langs de groene longen van Oost-Vlaanderen en je te laten verleiden door de meest idyllische plaatjes. Ideaal dus om rustig te genieten en zen te worden. Zou men hier in Eeklo bewust aan yoga doen en alles loslaten? Hebben jullie dit allemaal zen? Naar de stad van de Ajuinen. Hun eeuwige vete met Dendermonde zullen ze nooit kunnen oplossen. Wereldwijd staat deze stad ook bekend om zijn carnavalstoet. Arriveren doen we dus in Aalst, een stad die men in België het meeste kent van carnaval. Laat nu carnaval ook een link zijn die iedereen hier in deze zaal samenbrengt. Eén voor één, stuk voor stuk, dragen jullie carnaval een warm hart toe. Liefde, vriendschap en respect zijn enkele pijlers waarin jullie allemaal geloven. In dit laatste nummer wil Tom dan ook een link leggen naar een periode waar hij jaarlijks naar uitkijkt. Het moment dat hij zich kan verkleden. Een moment om kinderen, jongeren en ouderen aan de kant van de weg blij te maken en te doen lachen. Laten we nu nog eenmaal totaal losgaan en dansen we de pannen van het dak. Graag jullie applaus voor de final act. Everybody sing the song, do da, do da. Well, everybody sing the song, all do da day. Everybody sing the song, do da, do da. Well, everybody sing the song, all the do da day. All the do da day.
Voor allemaal, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze show. En bij deze, dank u wel voor jullie aandacht. Zo, dat was de show van Tom Verkouteren. Binnen een half uurtje krijgen we het intreden van onze tweede kandidaat, Tom Harvent. Disco Maar, het woord is aan u.